Want op dit moment gaan we wel lek houden. Oh, cadeaus! Oh my god! Gooi je spel 3 keer naar beneden van het flat tower. Yo, de mensen! Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal GamesReview. En in deze video gaan we met de enige echte FFAR een TDM potje spelen op de map Stronghold. En we gaan natuurlijk dit potje proberen te winnen natuurlijk. En ik speel trouwens met de Rogue Specialist, aka de Blackjack. Dus dit moet goed komen. Ik heb er vertrouwen in. Chillen Specialist. Trouwens, mijn scorestreaks zijn de UV Fred. Fred? En de mooie heten natuurlijk. Gewoon de standaard scorestreak setup dingetje. Dus we gaan gewoon lekker knallen. We zijn nu 2 kills 8 helaas. En we gaan gewoon kijken of we een mooie, goede score kunnen gaan halen. Dus teammates, kom op man, we moeten dit gaan doen. Ik zie best wel vaak dat mensen die Rogue gaan gebruiken. Dat is best wel... Ik vind het ook echt een chillen Specialist, ouwe. Dus... Hé, hey, dat is wel geinig. Dat is wel geinig om terug te zien. Ja, jij bent geheeld Asus. Ik heb mijn puk om voor. Wacht. Ah! Ik heb toch mijn pet opgedaan. Degene die gisteren bij de livestream waren, had ik het ook al gezegd. Ik heb mijn puk op mijn voorhoofd, waardoor ik mijn pet niet op kan doen. Maar weet je, ik ben weer eigenwijs, dus ik ga gewoon tegen de pijn in. En we gonna do this, man. We gonna do this. Zo'n dikke toeter buiten. What the fuck? What the fuck? Ik weet niet of jullie dit horen, maar ik wel. Lol. Waar zijn die enemies, man? Hier binnen. Iemand is een flinke orka aan het stelen of zo. Dat is niet normaal. Ik heb een Tempest. Oh, Tempest. Oh, dat is wel geinig specialist. Meenemen. Zo. Die hoorden jullie sowieso. Maar. Zit er nog een? Oh my god. Nee, niet killen. Oh my god. Die toeter, ouwe. What the fuck, lol. Ik weet echt niet wie dit zijn. Er is waarschijnlijk iemand in de buurt of zo, maar. Ja, die, een orka, wat ik net zei. Gewoon meechappen die handel, hè. Oh my god, oké. Okay. We moeten gewoon met die toeter, we moeten er maar gewoon mee doen. Want op dit moment gaan we wel lek houden. Oh, cadeaus! Oh my god! Gooi je spel 3 keer naar beneden van een flat tower. Oh my god! Die vent had alle tijd om op mij te schieten en ik own hem nog, ouwe. What the fuck? Ik zweer die toeter, ouwe. Dit sport echt niet, ouwe. Oh, maar die guy. Oh my god. Die vent is een kut, ouwe. Ik hoor... Oh my god. Teammates. Waarom zit je... Hij zit te snipen. Oh ja, dat ga je niet winnen van de VNP. Oh my god. Oké, okay, zijn ze hier nog steeds? Nee, oh maar... Die VNP is zo chill, hè. Maar ik dacht van, weet je... Ik speel best vaak met de VNP Manowar. Weet je wel, de M8. De standaard wapens. Laten we ook hier de FFAR erbij halen. Het is niet het beste wapen, maar zeker geen kutwapen. Dus, de FAMAS, you can do this, man. You can do this. Het geluid van de FAMAS klinkt wel geinig. Maar de recoil is soms wel echt ruk, hoor. Ik zit er nog achter. Dude, ik ben al lang overheen gesprongen, hè, vriend. Dat hij dat niet door had, joh. Niet meer killen. Oh, hij heeft me alsnog geraakt. Fuck! Dat is wel slim. Oké, okay, we hebben de Annihilator weer. Fuck it, we pakken de Annihilator. Kom hier, enemies. Wat zit hier? Bots, jij bent gekild. Zit er nog meer? Jee. Oh, ik kon het er net nog daar overheen zien. Bots, dat was weer dezelfde guy, of niet? Oké, dat was het volgens mij. Zitten ze hier binnen in het gebouw? Daar ergens? Ja. Oké, okay, zitten daar. Dan gaan we ze even backriepen. Misschien, ik wil nog 1 killtje met dit wapentje krijgen. 1 kill. Nou, dat was hem. Dat was de enige skill die ik nog moest. Of wou hebben. Waar zijn de enemies halen? Ik wil eigenlijk die heter halen, maar... Ik weet niet of het lukt. We hebben bijna die UV namelijk pas, dus... Oh, fuck it, we gaan voor die heter. Jongen, teammate. Een hitting trickshot, jongen. Of net toch niet? Oh shit. Kom op, teammate. Ik loop wel even om. Ik heb trouwens een camo erop en ik weet niet meer welke camo... Kut, kan ik niet zien hier. Maar ik had zo'n... Oh, jammer. Facepack ding gedownload. En ik had nog wat geld op mijn PlayStation staan, dus ik dacht van, weet je... meenemen. Dus het ziet er best wel vet uit. Zo'n rode camo. Het is waarschijnlijk van zo'n team, weet je wel. Competitive team. Dus dat is wel nice. En ik vind het ook best wel sick uitzien. Dus oh shit. Lekker teammate. Gaan we... Oh my god. Nee. Kijk, weet je wat ik zo kut vind aan die aim assist? Als er 2 man op je bijvoorbeeld afspringen zoals net, hè. Dan zoomt hij op de 1 die je juist niet wil wil richten. Dat is zo ruk. Dan mis je alles. Omdat je schiet op die guy die al lang weg is ofzo. Of die naar beneden schiet. Oh, maar hij ligt hier. Wat een gast. Hij heeft de M16 en gaat hij campen, jongen. Waarom? Maar dat is echt kut aan die aimers hier. Ik weet, je kan het uitzetten. Maar soms is het ook wel weer chill om te hebben. Maar het is, dat is echt soms... Dan denk ik van... Dude, ik richt toch niet op die gast, man.
Oh my god. Wat? Zijn ze nu aan het campen allemaal of zo? What the fuck? We gaan ook niet zo goed, man. Het is TDM. Ik krijg nooit zoveel kills. Maar we moeten wel even winnen, man. We staan maar 6 kills voor. Teammates, kom op. Hier snipe iemand. Ik snipe battle. Ik ga het verneuken. Hé, lol. Oh, ja. Wat het op deze map altijd is met stronghold, zeg maar. Dat kutkamertje daar in het midden van de map daar. Dat is zo... Daar zit iedereen binnen, man. Schieten. Oh, nog één. Kijk die uit. Ja, kijk uit. Oh, yo, lekker. Hij snijdt in hem gewoon. What the fuck? Die weet, kom op, gewoon rennen. Fuck it. Hij is al weg. What the fuck? Hij zag hier toch net iemand? Of ben ik nog weg? Oh my god. Twee man. Blijf schieten. Oh, nog één links. Kijk, ik heb altijd zo. Als ik op iemand anders schiet, komt er weer iemand anders om de hoek komen. Ja, dat is echt niet normaal. We hebben wel weer de Purifier. Purifier is wel chill in dit gebouw. Kijk maar, wat moet... Oh my god, zit hij te wachten op die care package? Ik dacht, die zat serieus achterin te kakken of zo. Wat de man is soms, jongen. Oké, fuck it, Purifier. Well, man, je kunt het. Purifier op een sneeuwmap, dat moet goed gaan. Alles lekker smelten. De campers! Wat? Allemaal neer. 3 kills. Oké, dat zijn toch weer... Zo, what the fuck? Zo. Een paar van die mooie roggen die vanuit de lucht op de grond inslaat. Slaan. Daar. Oh, ik had hem nog... Wat? Ik had hem nog gehit? Hoe de handel? Hé, maar we staan weer fucking achter teammates. Kom op, jongens. Teammate. Oh, je hebt hem al. Oh, ik zat echt te stressen daar, man. Kijk, teammate, kijk uit. Huh? Oké, loop jij voor, teammate. Kom op, go, gaan. Jongen, oh my god, ik snap het zo niet, hè. Is dat dan zo dat die teammate voor mij gewoon nooit niet had geschoten daar? Dat snap ik zo niet. Hij staat voor je neus en dan schiet hij niet, man. What the fuck? She's dead. Zit nog een guy daarachter, teammate. Oh, de teammate is gewoon de schuld. Ja, kijk, teammate, je deed het gewoon, je had hem gewoon. Terug, hier, achter je teammate, mongol. Echt, soms kan ik echt niet tegen teammates. We staan nu precies gelijk houden. En we moeten nog, we moeten nog 2 kills. Oh, ik wil nog 1. Kom op, teammates. Maak de kill. Als hij die triple krijgt, oh my god. Als hij die triple daar kreeg, waren we verloren. Oh, wat een close. Wat een close potje dit, man. Holy shit. Kijk, hij kon hier een triple krijgen. Hij killde die guy. Deze kon hij killen en dan mij erachter. En dan had hij gewonnen. Holy shit. Dat was echt net goed gegaan, ouwe. Holy fuck. Maar jongens, we hebben natuurlijk gewonnen. We hebben niet een hele hoge streak shit allemaal gehaald. Maar we hebben toch even gewoon een lekker nice potje en een win erbij. Dus ik vond het super tof. Vergeet niet zeker deze video te liken als je hem leuk vond. Abonneer op mijn kanaal en check ook wel even mijn social media. Staat ook in de outro. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Datum mensen.